Lekker. Als je... Alle teams die meedoen aan de Afrika Cup, die zijn vrij bekend. Ja. Ja, Madagaskar doet voor het eerst mee. En die hebben dus een team met behoorlijk onuitspreekbare namen. Ja, okay, en ja. Jij als, hè, toch als professionele quizmaster. Ja. Moet ze foutloos voorgaan lezen wat okay. Hier staat. Pascal Razakanantenanania, Arushia Adriana Rimanana en Zotsara Randri Mambolona. Ja. Nou. Ja. Als mensen thuis het beter kunnen doen, stuur het op naar op de Facebook van Sport Noord. Als je het beter doet dan Thijs, krijg jij dit shirt. En dan ja. Past het misschien ook, want jouw past ja, precies. Het dus niet. Ik ga wel proberen. Ja, dan heb je een door Thijs gedragen shirt. Ja. Nou, een beetje trainen en dan ben je er. Ik hou dit gewoon aan nu. Ja, en want lekker weer, dus we gaan buiten naar zitten. Buiten. Zitten buiten, heerlijk. Leuk, prachtig weer, ja. Water heel vlak. Kun je zo overheen roeien, het ligt er schitterend bij. Ja. De semi-interland wou ik nog even. Oh, ja. Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Ja. Wat hoort bij Noord-Duitsland precies eigenlijk? Zijn er bepaalde... Ja. De Duitse grenzen, dat weet je natuurlijk nooit, hè? Dat ligt altijd nou, qua de geschiedenis. Waar die nu liggen. Ja, precies. Je gaat de oorlog, sleep je het gewoon bij. Sleep de oorlog er even bij. Je moet iets meer pit in dat duel zitten, bedoel je. Ja. Een roeier. Nou, ja, roeier. Man, prachtig. Skifeur. Ja. Hallo. Ja. Ja, nou die u komt op tv! Dit ook. U komt op tv. We doen er mee bij de Duitsers, Soebe. We doen ja, er mee bij de Duitsers. Dat vroeg me ook af, joh. En wie is bondscoach daar? Misschien moeten we Christoph even Daum, sportjournalistiek uit gaan zoeken en dat we het volgende week volgende antwoord komen, hebben we het antwoord op wie de bondscoach is. Waarom moeten we allemaal antwoorden? Wie de bondscoach is, wat Noord-Duitsland is. Wat Noord-Duitsland is, dat weten we nog steeds niet. Dat en ik wil ook wel de Duitse selectie. Ik wil ook weten of zij ja, wel of zij, mooie vierde, naam. Vierde klasse. Zit er zijn mooie namen bij. Ja. Ken jij die kopbal challenge? De? Kopbal challenge. Ja, dat is ja. Overkop en dan uiteindelijk ja, kop je hem in een prullenbak. Ja, ja. Twee skifeurs. Komt op tv. Ik vind het zo leuk om te zeggen. Ja. Hoe zou je het zelf vinden? Dat je dat ja, heel gek. Alsof en een schuld in een of andere debiel dat je op tv komt. Zit op het terras bij een ja. Bierbrouwerij. Ja. Mag ik iets gokken? Ja, nou, hier, dat is leuk. Okay, ja. Die groene vent krijgt een lamp tegen zijn kop. Nee. Jammer, ik heb het godverdomme al gezien thuis. Doe maar. Dat is toch geen... Echt? Ja, natuurlijk. En hij krijgt toch een lamp tegen zijn dat hoofd? Dat is toch geen lamp, man? We gaan wel weten wat er gaat gebeuren. Kof, ja. En mis en... Oh, boom en... Boom en... Papa! Je ziet het liggen. Je ziet een ligging zelfs nog uitvallen daarna. Ja, nou, maar mooi, hè? Kijk, dan moeten ze weer bukken. Dat vind ik toch prachtig, hè? Ga je het weer schreeuwen naast ik ze? Ik ga het weer schreeuwen, ja. Oh, verschrikkelijk. Jullie komen op de tv. Oh ja, gaat er even goed voor, ja. Over roeien. Nee. Jezus. Ja, precies. Oh, hier, kijk, wat een leuke small talk. Zo pijnlijk dit. Ja, schrikkelijk. Ons kan wel iets over Barney hebben, alleen het vervelende is, je kan wel iets over Barney zeggen, maar over een minuut kan het al niet meer kloppen. Nee, ja. Dus dat is een beetje het vervelende. Ja. Stopt ie? Hij stopt niet, hè? Of wel? Hij stopt niet, wel. Ja. Wat voor altijd blijft bestaan is het prachtige gedicht dat Raymond van Barneveld heeft geschreven. Ken ik helemaal niet. Floating on a sea of orange, I won't go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Hashtag Teflon, hoe heet het? Tonzon radiatorfolie. Tonzon radiatorfolie, ja. Zal ik hem voorlezen? De tweet van Raymond van Barneveld op, dit is al lang geleden, hè? 28 december 2016, het ja, WK was toen. Zin in partij tegen Jackpot. Van Renedi. Ja, wie is Jackpot ook alweer? Jackpot, denk ik. Geen idee. dat hij Jackpot heet. Ja. Nee. Hè? Lewis wel, hè? Adrian Lewis. Adrian Lewis. Ja. Fantastisch. Ja, nee, dankjewel, Rick. Misschien moet jij de volgende keer gaan zitten. En dan doe ik gewoon dat rode knopje aan van die camera. Ja, veel meer doet hij ook niet. Nou. Je was die tweet aan het voorlezen. Ja, zin in partij tegen Jackpot 180. Hopelijk straks weer even tref zeker. Net als de slimme HR-radiatorfolie van Tonzon. Dat is echt, dat is... Trefzeker, ja, trefzeker. Als dat de Tonzon radiatorfolie... Oh, dat is echt heel trefzekere radiatorfolie. Ja. We hadden zondag ook een conflict. Waarover? Over koek. Ja, man, ja, ongelooflijk, ja. Dat wil ik er nog wel over hebben, ja. Ja.
Jan Menega belt ons elke maandag tijdens Q1 naar Achilles 1894. Belangrijke wedstrijd, daar moeten we goede journalisten hebben. Nou, en dan vragen ze aan Swoebe van, nou Swoebe, GRC speelt een anoniem potje in de eerste klasse. Kun jij daar naartoe? Ik ben dit seizoen nog nooit naar GRC geweest. Bereid je even voor. Ja. Ah, fijn. Worden al gevraagd en toch komen we bij dezelfde... Ja, precies, ja, staat nergens op. Ja. Maar we waren bij VV Hoogeveen en ik moest er naartoe afgelopen zondag en Swoebe zegt tegen mij, oh VV Hoogeveen, daar hebben ze heerlijke hapjes in de rust. Nee, dus ik zei koek al. Ja, en toen zei ik, wat was dat dan? Ja, een peperkoek. Nou, ik denk van nou, het verbaast me al beter, ging ik daar naartoe. Het is een vies, kleffe plak. Verschrikkelijk man. Hier, ik heb de foto gestuurd naar je. Ja, met de vraag, meen je dat nou? Ja. Dat hebben we gezegd, jij bent gek, zei ja, nou, daar hebben we het bij gelaten. Dat was wat we hebben gezegd. VV Dalen, die hebben lekkere hapjes. Daar moet je naartoe. Ja, maar hangt van Jan Menega. Hangt van Jan Menega af. Jan Menega stuurde hem een keer naar Dalen. Lekker naar de Zuidoosthoek in Drenthe. En stuurt Thijs gewoon weer lekker naar Hoogeveen. Ja, dit zou het kunnen zijn. Dit zou het zomaar kunnen zijn, ja. Zoe. Ja. Bedankt voor het kijken. Koek is op. Prima. Hoi.